welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hoop nieuwe make-up productjes. Ik heb weer allemaal make-up verzameld die ik gewoon heb gekocht of heb ontvangen in PR. Het is bijna genoeg voor echt een full face. Een aantal producten missen, maar dat maakt niet uit, want die vullen we dan gewoon aan met make-up die ik al heb. Maar het is wel echt een heleboel. Ik heb Morphe, Essence, The Balm, Huda Beauty, echt van alles. En ik dacht, ik ga gewoon vandaag een eerste indruk video maken, want ik weet dat jullie dit soort video's altijd heel leuk vinden. Dus letterlijk niks van alle producten van vandaag heb ik al gebruikt. Het is echt een eerste indruk video samen met jullie. En dit soort video's duren altijd wel eventjes. Dus ik wil de intro ook niet te lang maken. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, even mijn haren naar achteren doen. Anders zit het allemaal in de weg. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies en wat dagcreme. En that's it. Ik ga vandaag beginnen eerst met mijn gezicht met de basis make-up. En dan gaan we beginnen aan de ogen. Ik heb geen nieuwe primer of foundation. Dus ik ga die gewoon even pakken hier uit mijn la. En dit zijn de twee producten die ik ga aanbrengen. Mijn iHeart Revolution X11 primer. En deze True Skin Foundation van Catrice in de kleur 039. Oké, nou dat is aangebracht en dan ga ik nu beginnen met het eerste nieuwe product van vandaag en dat is deze concealer. Dit is de Catrice Clean ID Concealer in de kleur 010. Dit is dus de concealer van de Clean ID collectie van Catrice. Ik heb een hele video gemaakt over die collectie, maar als het goed is had ik de concealer niet. Dus toen ik hem zag bij de Krijtvat heb ik hem gekocht. Ik heb de kleur gewoon een beetje gegokt, want met corona mag je niks proberen, bla bla. Al moet ik zeggen dat ik nooit echt make-up echt opdeed uit de winkel. Ik gokte gewoon altijd op de kleur en meestal heb ik het wel goed. Qua concealer wil ik altijd wel dat hij een beetje licht is. Dus dit gaat wel goed zijn. Ik was heel enthousiast over deze hele collectie. Dus ik hoop dat de concealer goed gaat zijn. Er zit geen parfum in. Geen siliconen en geen microplastic. En het is vegan. En we krijgen 5 ml. En er staat ook op dat het goed is voor de gevoelige huid. Nou, ik heb een lichte gevoelige huid. Dus dat is top. Even kijken. Ja, de kleur is echt goed, jongens. Dat heb ik echt weer goed gegokt. I love it. Hij voelt heel dun aan. Ik hoop wel dat hij gewoon echt goed dekt. Weet je dat ik een beetje twijfel of ik de concealer al ooit heb gebruikt? Volgens mij niet, but I'm not sure. Maar mocht ik hem al een keer hebben gebruikt, dan ben ik in ieder geval vergeten wat ik ervan vond. Catrice heeft al een hele goede concealer. Dat is de Camouflage Concealer. De Liquid Camouflage Concealer. En die is echt geweldig. Super goedkoop en heeft echt heel veel dekking. En voelt niet dik aan op je huid ofzo. Hij is echt gewoon fantastisch. Dus ik heb nou hoge verwachtingen als het gaat om concealers van Catrice. Maar ik moet zeggen, het ziet er wel mooi uit. Het heeft wel iets minder dekking dan die andere. En ik persoonlijk hou meer van dekking. Maar als je houdt van een meer naturel concealer, dan ga je hem denk ik echt top vinden. Want hij ziet er echt heel mooi uit. Hij laat ook een hele lichte glans achter op de huid. Dus hij is niet mat. Maar op zich is het wel gewoon mooi. Ik ga gewoon eventjes iets meer aanbrengen voor iets meer dekking hier zo. En that's it. Als je wilt dat je concealer meer dekt, breng het dan aan. En wacht even een minuut voordat je het uitblendt. Want dan heb je iets meer dekking. Maar ja, ik heb daar allemaal geen geduld voor. Oké, nou dit ziet er op zich wel echt top uit. Dan ga ik nu verder met poeder. Van de Huda Beauty Glowish Line heb ik de Luminous Pressed Powder. Ik heb hem in twee kleuren. Ik heb ze ontvangen in PR. Maar ik heb ze in twee kleuren. Omdat één lichte kleur breng ik altijd zo hier aan waar de concealer zit. En de kleur die meer op mijn huidskleur lijkt, breng ik aan op de rest. Laten we gaan kijken. Ik ben nooit zo van de pressed poeders. Ik hou meer van het baken met gewoon iets los. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dit is dan hoe het eruit ziet. Heel erg mooi. Gewoon de normale glowish verpakkingen. Heel chic. Dit zijn de twee kleuren die ik heb. Ik heb hier kleur 05 en dit is kleur 01. Dus deze gaat hier zo en deze gaat op de rest van mijn gezicht. Misschien ook wel mooi om te gebruiken als bronzer. Maar ik heb hier een andere bronzer die ik straks wil gaan gebruiken. Er staat online dat ze een hele lichte glans hebben. Maar als ik er zo naar kijk, ze lijken wel gewoon echt mat. Voor de mensen die het niet weten, de glowish lijn van Huda Beauty is hun meer naturel make-up lijn. Oké, laten we het gewoon gaan aanbrengen. Ik breng altijd wel echt wat poeder aan, zodat de concealer niet gaat creasen. Ik ben nou even de crease aan het weghalen. En dan ga ik gewoon in met zo'n... Wat is dit? Een pad. En dan ga ik eerst beginnen met deze lichte. Die pak ik gewoon zo op. En die druk ik dan gewoon in overal waar ik die concealer heb aangebracht. Gewoon echt zo indrukken. Oké, de kleur is echt goed voor daaronder. En dan ga ik in met de andere kleur. Die breng ik aan met zo'n hele grote fluffy kwast. En die breng ik gewoon zo aan op de rest van mijn gezicht een beetje.
En wat ik dan doe, is dat ik die lichte kleur nou een beetje zo wegveeg. Het is niet de bedoeling dat het helemaal zo op je gezicht blijft zitten. Oké, ik denk dat die lichte kleur wel iets te licht is voor mij. Maar whatever, ik breng gewoon weer iets meer aan van die andere kleur. En dan ga ik er gewoon een klein beetje zo overheen. En dan matcht het weer gewoon goed met mijn huidskleur een beetje. Daarom vind ik het dus altijd belangrijk om zo twee kleuren te hebben. Oké, nou dit ziet er echt top uit. Het ziet er niet dik uit op mijn gezicht of zo. Ik zie ook inderdaad een hele lichte glans. Het is echt heel minimaal, maar ik zie het wel echt. Dus het is niet echt super mat of zo. En dat vind ik persoonlijk fijn, want ik heb een droge huid. Dus ik wil het niet al te mat hebben. Het heeft ook echt wat pigment. I love it. Dit is echt een mooie poeder. Heel fijn. Het voelt gewoon alsof er niks op mijn huid zit. Ik ga heel even snel wat neuscontour aanbrengen met dit paletje van Revolution. En ik gebruik de kleur hier. En dan wat Max & More Fixing Spray om mijn gezicht te hydrateren. Jongens, kijk even hoe die poeder mijn hele gezicht heeft verlicht. Wow, oké. Ik denk dat ik de volgende keer iets minder zou aanbrengen van die poeder. Want dan is het ook wat minder heftig. Dit is dus een eerste indruk video. Dus ik leer gewoon terwijl ik het aanbreng. Nu ga ik heel even stoppen met mijn gezicht en beginnen aan de ogen. Ik heb hier het Morphe X Ashley Strong Affirmation Magic Artistry Palette. Dit is dus een oogschaduwpaletje van Morphe in samenwerking met de influencer Ashley Strong. Voor de mensen die haar niet kennen. Zij was de winnares van de make-up wedstrijd die werd gehouden door James Charles. En zij heeft dus gewonnen en sindsdien is ze helemaal hot and happening. En nou heeft ze een collectie uitgebracht met Morphe. En ik heb hier de hele collectie en we gaan het ook allemaal gebruiken. En dit is dus het oogschaduwpaletje. Qua verpakking is het echt helemaal zij. Zij maakte ook allemaal van dit soort aparte make-up looks. Dus ja, het paletje is echt zij. En dan hierachter staat een kleine tekst van haar. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet, precies als de buitenste verpakking. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 18 matte en glanzende kleurtjes. En het zijn een beetje bruin-groene herfstachtige kleuren. Dit is dus echt ideaal voor de herfst. Jullie weten, ik hou van herfstkleuren in mijn make-up. Dus dit paletje schreeuwt mij. Ik vind het paletje er in het echt ook beter uitzien dan online. Dus ik was echt aangenaam verrast. En heel deze collectie heeft te maken met positief zijn, et cetera. En elke naam van elke kleur heeft daar ook iets mee te maken met rust, uitstralen, kalmte, etc. Maar dit is niet alles, want ik heb hier nog een ander klein paletje. Dit is het Morphe X Ashley Strong Alignment Cake Liner Palette. En dit is dus een extra paletje dat er ook bij wordt verkocht. Ze zijn gewoon los te halen. Je hoeft ze niet per se allebei te halen. En dit is voor eyeliner. Dit is dan ook weer hoe het paletje eruit ziet. En binnenin heb je 6 prachtige cake liners. Ook weer een beetje aparte kleuren. Meestal zijn dit soort paletjes heel heftig met hele heftige kleuren. Maar zij is gewoon gegaan voor wat meer herfstachtige kleuren. Die ook echt beter matchen met dit paletje. Ze matchen echt perfect met elkaar. Je maakt gewoon je kwast nat, je gaat hierin en dan breng je een hele mooie lijn aan. Dus dit zijn de twee paletjes die ik vandaag ga gebruiken voor mijn ogen. Dus laten we inzoomen. Jongens, kunnen we even mijn huid bekijken? Zien jullie hoe mooi, smooth en glanzend het is? Wauw, die poeder zag er zo mat uit. Ik had echt niet verwacht dat hij echt zo'n glans zou achterlaten, maar het is echt prachtig. I love it. Oké, dat wilde ik nog even laten weten. Ik ga beginnen met de mosterdachtige matte kleur hier. Die heet I Am Happy. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Ik heb al gepruimd met concealer net. Dan ga ik in met de groene matte kleur hier. Die heet I Am Focused. En ook die gaat in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die kleur van net. Dit wordt weer een mooie herfstlook, jongens. I love it. Dan ga ik in met deze prachtige groene matte kleur hier. En die kleur breng ik aan met een platte fluffy kwast. En die gaat hier zo vooral in de hoek hier buiten. En dan trek ik het ook wel gewoon door naar mijn arcadeboog. Nou jongens, dit blendt echt top. Kijk dit. Oh, ik hou echt van Morphe paletjes. Ze zijn gewoon altijd echt goed voor de prijs. Nou ga ik die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik nu een halve cut crease maken met concealer. Dan ga ik nu in met deze hele lichte groenige matte kleur. Die heet I Am Kind. En die kleur breng ik zo aan op de cut crease. Ongeveer vanaf de binnenste ooghoek tot aan het midden. Wat is dit een prachtige lichtgroene, beetje mintachtige kleur. Ik moet wel zeggen, ik moest best wel wat aanbrengen om er zoveel kleur van af te krijgen. Maar ja, het is ook wel echt een lichte kleur. En
Ja, dan is dat vaak wel het geval. Dan ga ik nu in met de glanzende kleurtjes. Welke kleur ga ik aanbrengen, jongens? Ik weet niet. Ik denk dat ik inga met deze beetje aparte glanzende kleur hier beneden in de hoek. En die heet I Am Creative. En die kleur breng ik aan hier zo op de rand van de cut crease. Dus niet over de hele cut crease, maar alleen maar zo hier op de rand. Wat een aparte kleur, jongens. Een beetje blauw-paars of zo. En dan pak ik weer een beetje van die groene donkere kleur. En dan breng ik die weer hier een klein beetje aan en blend in met de glanzende kleur. Maar niet te ver naar binnen, anders valt die glanzende kleur echt helemaal weg. Dit is echt zo'n aparte look, maar ik vind het echt super duper leuk. Dan ga ik in met deze hele lichte matte blauwe kleur, die heet I Am Calm. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek om het een beetje te verlichten. Hele mooie aparte kleur dit ook. Ik moet zeggen dat dit paletje best wel wat kleuren heeft die je niet heel vaak ziet in verschillende oogschaduwpaletjes. Oké, dan is het voor nu klaar met dit paletje. Nou gaan we in met de cake liners. Even denken wat ik ga doen, want ik heb geen idee. Ik denk dat ik ga beginnen met deze lichtste groene kleur. Die maak ik nat met mijn fixing spray. En dan ga ik een lijn aanbrengen op de cut crease lijn. Ik had het echt geweldig gevonden als er hier een spiegel was. Dat mis ik nou echt, want dan kon ik zo lekker goed zien wat ik doe. Nou ben ik echt maar iets aan het doen en ik kan het niet eens echt heel goed zien. Oké, die kleur valt niet heel erg op. Beetje een lichte kleur. Oké, je kunt hem niet heel goed zien, maar het zit erop. Het droogt ook gewoon snel mat op en dat vind ik wel weer fijn. Dan ga ik in met de zwarte matte kleur en dan ga ik denk ik... Ga ik een hele wing maken of niet? Ja, ik denk het wel. Ik ga gewoon een hele wing maken. A few moments later. Ik ga niet een hele wing maken. Ik ga een soort van wing maken. Jullie gaan zien wat ik ga doen. Nou, zoals je kunt zien heb ik hem gewoon zo open gelaten. Dat vond ik wel iets... apart hebben. I like it. En dan is ook niet de hele look weer bedekt. Oké, nou dan is de look klaar. Dit is hem. Lekker aparte look. Ik vind wel dat die ene lichte lijn hier nou het een beetje heeft verpest. Maar oké. We gaan verder met de nieuwe mascara. Dit is de Balm Matte Lash Mascara. Balm heeft echt altijd de leukste verpakkingen ever. Kijk even dit allemaal weer. Super cute. En dit is dan gewoon hoe die eruit ziet. Je krijgt 8 milliliter en het lijkt gewoon op de buitenste verpakking. Er staat online dat het zowel lengte als volume moet geven. Dus ik ben benieuwd. Want ik heb echt super korte wimpers. Oké, ik moet zeggen dat dit er op zich wel goed uitziet. Laten we het gewoon doen. Jongens, ik heb super korte wimpertjes. Dus ik moest echt even krullen. Anders is er echt niks te zien. Nou jongens, deze mascara is goed. Zoals ik al verwachtte, dus geeft hij echt vooral lengte. Dus daar is hij echt ideaal voor. Ik weet, ik heb echt hele crappy wimpers. Maar voor mij, wimpers, is dit echt heel lang. Dus ja, ik vind hem echt heel fijn. Hij pakt ze ook goed vast en hij trekt ze zo goed omhoog. I love it. Desalniettemin ga ik wel nep wimpers aanbrengen. Dus ik kom zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Ik heb wimpers aangebracht van de Primark in de stijl 822. Ik heb ook een groen oogpot, een loodje. Een blauwe is hier, hij is blauw. Aangebracht op mijn onderste waterlijn en een likje mascara op de onderste wimpers. En daar was hij ook echt ideaal voor. Nou ga ik verder met een nieuwe bronzer. Van L'Oreal heb ik de Bronze to Paradise bronzer in de kleur 03. Dit was echt een impuls aankoop. Ik zag hem bij de Kruidvat en ik dacht, deze ziet er zo mooi uit. En de blush hiervan is ook heel mooi. Dus ik dacht, laten we hem gewoon proberen. Hij ruikt echt super lekker en de kleur ziet er echt heel mooi uit. Ik hou er echt van om het te bronzen. Oeh, wow, deze kleur is mooi. Het doet me een beetje denken aan de Benefit Hoola Caramel bronzen, maar dan iets goedkoper. Hele mooie bronzer. Jongens, echt. Het gaat vandaag echt goed. Dan heb ik ook een nieuwe blush. Van de Huda Beauty Glowish collectie heb ik de Cheeky Blush Powder in de kleur 2 Caring Coral. Ook deze heb ik ontvangen in een PR pakketje. Deze blush is zo klein. Oh my gosh. Dit is echt veel kleiner dan dat ik had verwacht. En dit is dan hoe die eruit ziet. Echt een prachtige kleur. En je hebt ook een kleine spiegel binnen. Dit ziet er echt heel mooi en luxe uit. Ondanks dat hij echt super klein is. Kijk even vergeleken met mijn hand. Hij is echt super duper klein. Ik ga stuk. De kleur ziet er wel echt heel mooi roze uit. Dus laten we hem proberen. Ik hou altijd wel van een heftige rozige blush. Ja, de blush is echt heel mooi. Ik zou persoonlijk niet zo'n roze blush combineren met zo'n groenige donkere ooglook. Maar whatever, dat is gewoon nou wat nieuw is hier. Dus dan ga ik het gewoon gebruiken. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ik zie hem mij zeker gebruiken met een soft glam look of een meer naturel lookje. Heel erg mooi. Ook niet te veel. Dat vind ik ook wel fijn. Ik zie dat ik geen nieuwe highlighter heb. Dus misschien kan ik een kleur gebruiken uit het paletje.
Nee, er zit niet echt een mooie lichte glanzende kleur in. Maar dat maakt niet uit, want dan laat ik mijn gezicht gewoon mat, denk ik. Ik denk dat ik gewoon vandaag ga voor een mat gezicht. Behalve mijn neus. Ik doe al hier een beetje glans. Ik breng deze Catrice Highlighter aan. En dan gewoon zo een klein beetje op mijn neus. Want dat moet echt, want dat hoort bij de neus, een contour. En dan is het klaar. De rest laat ik gewoon mat. Dan heb ik hier nog wat lipkits. Van de Morphe X Ashley Strong heb ik hier de lip duo's. Je hebt er dus twee. Ik heb ze ook weer allebei ontvangen in PR. Een roze en een bruine. Maar ik denk met de look van vandaag gaat de bruine beter staan. Maar met de blush gaat weer de roze beter staan. Ik denk dat ik toch gewoon ga voor, ja, voor bruin. En dit is de kleur Gilded Spirit. Oké, laten we hem openmaken. Ik hou van lipkits, want dan hoef ik niet nog helemaal op zoek naar een bijpassend lippotloodje. Oké, het zit in zo'n klein papiertje. Oh, het is een lipgloss. Kijk jongens, een lippotloodje en een lipgloss. Ik dacht gewoon een lipstick of zo. Oké, dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van een goede lipgloss. Oké, dit ziet er echt mooi uit. Ik moet wel zeggen dat de gloss een beetje stinkt. Die geur is niet echt lekker. En ik had ook wel iets meer pigment gewild in de gloss. Want je kunt nou echt gewoon mijn eigen lipkleur nog zien. En ik had liever gewild dat het niet was. Maar je kunt ook gewoon met het lippotloodje gewoon je hele lip inkleuren als je dat zou willen. Wel echt een hele mooie bruine kleur. I love it. Oké, en dan als laatste wat fixing spray. Ik heb hier de Essence Hydrating Glow Multi-Use Spray. Dit is een spray voor je gezicht, je lichaam en je haren. Gewoon om alles mooi te hydrateren of zo. Of weet ik veel wat. Je moet hem echt schudden en dan geeft hij zo'n hele mooie glow. Ik ben echt benieuwd. Hopelijk is hij niet te agressief, want Essence sprays zijn af en toe echt agressief. Oh jongens, hij is super agressief. Hij ruikt heerlijk naar kokosnoot. Oh, die geur is echt heerlijk. Ik vind alleen de spray wel echt iets te agressief. Oké, jongens, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Ik vind het echt een prachtige herfstlook. I love it. Oké, een aantal producten vond ik echt top. Ik ga gewoon eventjes random van alles vertellen. Heel snel wat ik er nou van vond. Deze Clean ID Concealer is echt een hele, hele mooie medium dekkende concealer. Heel mooi met een everyday lookje. De Balm Mascara is geweldig als je houdt van lente. Deze poeders zijn echt heel erg mooi. Let wel op, ze geven wel een glans. Dus als je een hele vettige huid hebt of je houdt meer van een matte look, dan gaan ze niks zijn voor jou. Hou jij wel van een mooi glanzend lookje en heb je een droge huid als ik zelf, dan vind je ze heel mooi, want ik vind het echt prachtig hoe het mijn gezicht heeft laten stralen zonder het vettig te laten lijken. Oké, jongens, ik wil jullie even de make-up laten zien in normaal daglicht. Let niet op mijn haren. Ik heb gewoon even snel een staart in gedaan en mijn lipstick eraf gehaald. Maar kijk even mijn gezichtsmake-up. Dit is echt wowie. Het ziet er zo smooth uit. Wow, kijk even wat die poeder doet. Het is mat en glanzend tegelijk, zeg maar. Ik kan het niet goed uitleggen. Het is mat, maar ook een beetje een glans. I love it. Het ziet er echt prachtig uit. Deze bronzer is echt wowie. Ik had het niet verwacht. Het was echt gewoon een impuls aankoop. Ik dacht, whatever, ik haal hem gewoon. Maar ik ben echt in shock. Hij is echt super duper mooi. De Glowish Blush vind ik ook prachtig, jongens. Echt super mooi. Je kunt hem ook lekker opbouwen. Vind ik altijd heel fijn. Deze Essence Spray. Een tikkie agressief, maar wel echt een heerlijke geur. En hij geeft een mooie lichte glow nog extra aan je gezicht. De De lipkit set is voor mij een beetje ja en nee. In principe vind ik het wel echt een prachtig resultaat. Het ziet er top uit. Alleen ik vind het niet zo mooi dat deze gloss niet heel veel pigment heeft. En ik vind ook deze verpakking niet zo fijn. Ik hou meer gewoon van een normale gloss. Want hiermee komt er vaak iets te veel uit en zo. En dan wordt het een beetje een bende. Maar aan de andere kant vind ik het wel echt een super mooi effect. Dus ja, als jij geen last hebt van zo'n verpakking, dan vind je hem echt geweldig. En de kleur is ook echt prachtig. Het oogschaduwpaletje, ik ben er echt een fan van. Prachtige kleuren, super mooie pigment, blend echt toppie. Enige waar ik dan een beetje over zou kunnen klagen is dat de glanzende kleur niet super super duper heftig is. Maar al met al wel gewoon echt top. En ik raad hem zeker uit, vooral voor de prijs. Hij is ook niet al te duur. Dit kleine paletje echter is niet echt mijn ding. Ik vind het niet genoeg pigment hebben. Zoals je kunt zien, ook die zwarte kleur is een beetje grijs-zwart. En ik hou meer van echt een diepe zwarte kleur. Dus ik vind niet genoeg pigment. Die lichte kleur vind ik ook niet echt zo mooi. Dit paletje kan ik echt wel zonder. Dus ik zou persoonlijk alleen maar dit paletje halen. Deze is echt wauw. Vooral als je houdt van dit soort herfstkleurtjes. En dat was het dan, jongens. Dus al met al is het meeste wel goed gegaan. Laat me weten wat jij vindt van alle producten en deze look beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!